Luister, ik zat laatst een beetje te zappen om te kijken of er nog iets met Ruud Gullit op tv was. En toen zag ik opeens deze reclame. Je denkt natuurlijk, wat moet die Gullit naar mijn Friet en Pro? Nou, ik wil gewoon soepel en energiek blijven. En daarom vul ik mijn voeding aan met VitaPro. Tja, en als het helpt voor mij? Ja, wat... wat dan? Als het helpt voor jou, ga ik er dan van dood? Wat zeg nou? Maar goed, Ruud Gullit maakt dus reclame voor voedingssupplementen. En hij is niet de enige. Sinds een jaartje slik ik Vitakruid. Jullie weten dat ik fan ben van Vitakruid. Simpelweg omdat de kwaliteit het beste van het beste is. Zorg dat je basissupplementen onfliek zijn. De partij waar ik mee werk is Vitakruid. Die bieden een hele mooie vitaminetest aan op hun site. Hier ben ik ze allemaal aan het preppen. In die super schattige gekleurde doosjes. Toch te cute. Ah. Hey, mijn opa heeft een doosje ook voor zijn bloedverdunners. Ah. Maar verder inderdaad... heel cute. Maar echt, vooral op Instagram gooien sommige influencers dagelijks een halve apotheek aan vitamine, mineralen en andere voedingssupplementen naar binnen. Ik begin met Essil Solutions. Deze moet je namelijk op een nuchtere maag innemen en het bevordert de gezondheid van huid, haar en nagels. Dan is het tijd voor mijn supplementen. Ik gebruik dus vitamine C voor mijn immuunsysteem. Disinflora gebruik ik voor ondersteuning van goede bacteriën in het microbioom. En vitamine D3K2 is goed voor het ondersteunen van sterke botten en tanden en het ondersteunen van het immuunsysteem. Tering, ik ken hartpatiënten met HIV op een tech technofeest die minder pillen slikt. Maar het gekke is, die influencers die kijken er allemaal heel gelukkig bij. Hier, kijk dan, zo blij wil ik ook zijn. Maar word je echt zo blij en gezond van die pillen? Moet ik ook supplementen gaan slikken, zoals de influencers zeggen? Ik wil dat weten, dus het is tijd voor... Tot op de bodem. Waarin we dingen tot op de bodem uitzoeken en net iets vaker nog ietsje erboven. En vandaag kijken we dus naar voedingssupplementen. Pillen, poeders en drankjes die gezonde mensen nemen om nog gezonder te worden. En meteen maar even de grote vraag, heeft het zin? Nou, het programma Pointer heeft dat aan een voedselprofessor gevraagd. En probeer goed te luisteren naar zijn antwoord, want Pointer doet er alles aan om je af te leiden. Bij de meeste mensen in Nederland komen vitaminetekorten niet voor. Dat komt omdat je als je gezond eet, een volledige maaltijd, gevarieerd eet, dan krijg je de meeste vitamine in voldoende hoeveelheden binnen. Oké, heftig. Ik zal het voor de zekerheid even herhalen. Nee, supplementen hebben meestal geen zin. Er zijn groepen mensen die extra vitamine D nodig hebben. Veganisten moeten soms B12 slikken. Zwangere vrouwen foliumzuur, et cetera. Maar dat zijn heel specifieke situaties die je met een simpel huismerktabletje kunt oplossen. Dat zegt de medische wetenschap. Maar ja, Instagram zegt dit. Of ik denk dat supplementen nodig zijn. Ik zie zelden mensen die eigenlijk helemaal alles 100% oké hebben. Ook omdat onze bodem dus het minder mineralen heeft. Ook omdat onze lifestyle en stress gewoon vele malen hoger zijn. Ik bedoel, 20 jaar geleden kwam de postbode 1 keer per week. En nu krijg je de hele dag door krijg je appjes op je telefoon. Oké. Okay. Ten eerste, 20 jaar geleden kwam de postbode 6 keer per week. Dus vaker dan nu. En echt vroeger kwam die zelfs meerdere keren per dag. Ten tweede, hij zegt dus dat de meeste mensen supplementen nodig hebben. En dat is niet waar. Maar dit soort verhalen worden toch door een heleboel mensen geloofd. Mijn vriendin raadde Fitisia. Een gepersonaliseerde vitamineservice. En ik ben zo verrast. Ik deed een online vitaminetest over mijn levensstijl, lichaam en doelen. En dat leverde mijn dagelijkse vitamine-routine. Precies, dit zijn gezonde mensen die een dagelijkse vitamine-routine hebben. Met allemaal pillen die speciaal zijn geselecteerd voor hun persoonlijke behoeften. En om die behoeften vast te stellen bestaan er allerlei testjes. Kijk, met dit soort vragen. Hoe vaak sport je per week? Heb je een goede nachtrust? Eet je voldoende groente en fruit? Nou, en de uitkomst van zo'n test is bijna altijd... oh jee, jij kan het beste wat pillen gaan slikken. En dan krijg je dus een persoonlijk supplementadvies. Soms is er een abonnement dat je dus elke maand een doos pillen in de bus krijgt... en soms adviseren ze een specifiek pilletje, bijvoorbeeld HOM. Dat is voor als je een man bent, met spierballen en zo. HOM, testosteron support voor mannen. Onze wetenschappelijk onderbouwde mannenformule met maar liefst 9 ingrediënten. Daarmee is HOM onder meer goed voor onze uiterlijke kenmerken. Al kunnen we het ook tussen de lakens niet laten afweten. Daarom hebben we de kruiden xylaliet en damiana toegevoegd om een normaal libido te behouden. De mannenmineralen selenium en zink zijn daarnaast goed voor de vruchtbaarheid en de kwaliteit van het sperma. HOM, testosteron support voor mannen. HOM.
Kom. En het is ook nog best wel duur, zo'n potje neukpillen. Maar het is wel met echte mannenmineralen, hè? Ik bedoel, het kan ook goedkoper, maar dan krijg je van die vrouwenmineralen met een plaksnor. Oké, nou volgens dit soort bedrijven kan bijna iedereen dus wel een pilletje gebruiken. En ze zeggen ook nog dat het wetenschappelijk onderbouwd is. Terwijl dus bijna niemand in Nederland een vitaminetekort heeft. Misschien Paul van Loon, maar verder vallen we mee. Dus medisch gezien is het helemaal niet nodig. Waar komt dan überhaupt het idee vandaan dat zoveel mensen dit nodig hebben? Nou, het concept van heel veel supplementen slikken, dat komt uit de natuurgeneeskunde. En dan met name uit de orthomoleculaire therapie. Dat is een alternatieve geneeswijze die draait om een balans in je lijf die hersteld zou kunnen worden met grote hoeveelheden vitamine en mineralen. En niet alle vitamineverkopers zijn van die leer, maar het bedrijf Vitakruid in elk geval wel. Wat is dat eigenlijk nog voor bedrijf? Ellie Corzelius had in 1994 een natuurgeneeskundige praktijk, maar begon zich steeds meer te richten op voedingsadviezen. De basis voor Vitakruid is hier gelegd. Het begon allemaal met een praktijk die ik had in de traditionele Chinese geneeskunde, waarbij ik al heel veel mensen hielp met kruiden en dat soort zaken. Wat grappig, ik wist niet dat zulke mensen ook vingeramputaties deden. Dat wist ik niet. Nooit geweten. Jeez, maar goed, je begint dus met wat Chinese kruiden en voor je het weet schrijf je een boek over orthomoleculaire therapie en ben je heel Instagram aan het volpompen met onzinpillen voor gezonde mensen. En even voor de duidelijkheid, een potje multivitamine, oké, dat is tot daar aan toe, maar bij orthomoleculaire therapie gaat het om krankzinnig hoge doses. Check de ingrediënten van Vitakruid Multidag Mama. Hier, vitamine C, 312% van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid. Oké, maar dan, vitamine B1, meer dan 3.500%. B2, ruim 2000% en B12, 4000%. Eén pil bevat dus 40 keer zoveel als de aanbevolen hoeveelheid. Waarom zou je dat doen? Je gaat toch ook niet 40 lagen zonnebrandcrème opdoen? Of 40 keer lunchen? En vitamine B12, dat is niet heel gevaarlijk. Dus dan kun je zeggen, tja, baat het niet, dan schaadt het niet. Maar dat is niet altijd zo, vertelt deze huisarts. Vitamines kan je echt ook overdoseren. Als je bijvoorbeeld darmklachten krijgt of wat hoofdpijnklachten. Maar soms kun je ook echt neurologische klachten krijgen. Je kan nierproblemen krijgen als je echt ook te veel van bepaalde vitamines neemt. Dus het is absoluut niet zo, baat het niet, dan schaadt het niet. Nee, en als je het nog niet gelooft, kijk dan maar eens naar Sven Kramer. Hier, check. Die heeft ooit een zenuwbeschadiging aan zijn been opgelopen door te veel vitamine B6 in zijn supplementen. Dus ja, baat het niet, dan schaadt het niet. En die overdosis van Kramer die was zorgvuldig opgebouwd op advies van een orthomoleculair therapeut. En je zou denken, oké, nou, lesje geleerd. Vanaf dat moment was de wereld klaar met onnodige supplementen. Of op zijn minst de schaatswereld. Maar nee. Winnen van een medaille gaat altijd over de weg ernaartoe. Mijn spieren en mijn gewrichten zijn gewoon belangrijk voor mij. En daarom neem ik VitaPro. Ja, VitaPro is volgens Erwin dus goed voor je spieren en gewrichten. Maar wat zit er dan in? Nou, bijvoorbeeld Boswellia serrata van de wierookboom. Wat heel toevallig is, want Boswellia serrata van de wierookboom was altijd mijn naam bij Dungeons & Dragons. mooiste tijd van mijn leven. Maar goed, die Boswellia is geen orthomoleculaire therapie. Dit is weer een andere vorm van onwetenschappelijkheid. Namelijk een kruidenmiddel waarvan niet is bewezen dat het werkt. Dus staat er in heel kleine lettertjes en tussen haakjes... evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Maar ja, ze doen dus wel alsof het werkt. Nou, iemand heeft daarover geklaagd bij de Stichting Reclamecode... en die zeiden, het is duidelijk genoeg dat de claim nog niet is bewezen... en dus is het niet misleidend. Nogmaals, de staat draagt bij aan soepele gewrichten... terwijl dat niet bewezen is, en toch mag je het zeggen. Er is zelfs een website, kijk, keuringsraad.nl. Dat is een samenwerking van de supplementenbranche en de overheid... waar al die bedrijfjes precies kunnen zien wat ze mogen claimen. En daar klik je bijvoorbeeld aan magnesium en vermoeidheid... en dan krijg je een hele lijst met wat je daarover op de verpakking mag zetten... en wat niet. Dus je mag wel zeggen magnesium bij vermoeidheid... maar je mag niet zeggen magnesium bestrijdt vermoeidheid. Wat best gek is, want waarom zou je iets nemen bij vermoeidheid... als het niet werkt tegen vermoeidheid? Als ik zeg een fles chloor bij flinke dorst... dan lijkt het toch alsof dat volgens mij gaat helpen. Wat niet zo is, kinderen, in godsnaam. En niet doen, gewoon niet doen.
En het is niet zo dat magnesium niks doet of niet belangrijk is. We hebben dat allemaal nodig. Maar vrijwel iedereen krijgt er al genoeg van binnen. Het zit gewoon in pindakaas en in volkorenbrood. En het heeft dus helemaal geen zin om er een heleboel van bij te slikken als je moe bent. Maar dankzij al die suggestieve claims die je wel mag doen, kunnen die fabrikanten dus lekker van die potjes verkopen met... Hoe heet die shit ook alweer? Hom. Oh ja, hom. En omdat je dus godzijdank niet alles mag beweren, doen die fabrikanten een soort balanceeract om zich aan de reclameregels te houden. Ze zijn zelfs zo voorzichtig, ze censureren zelfs de recensies op hun website, omdat tevreden klanten daar vaak dingen gingen claimen die niet mogen. Kijk, bij Vitakruid. Ik gebruik dit al enige tijd en geloof dat het goed werkt voor je... Piep, want er staat niks. En dan staat er, disclaimer, Vitakruid mag dit niet weergeven. Dus ja, waar het nou zo goed voor werkt, daar kom je niet achter. Of deze, dit product houdt mijn piep in topconditie. Mijn neus, mijn haar, mijn Mechelse herder, mijn landgoed. Ik word zo nieuwsgierig. Of hier, bij Vitalize. Mijn man gebruikt het in verband met piep. Voor hem zorgt het dat hij weer kan piep in plaats van piep. Ja, dat mag ook wel. Wat mag ook wel dat het helpt, want dit gaat over pillen met 40.000% van de aanbevolen hoeveelheid B12. Daar kun je een heel dorp van B12en. Dat is toch piep, niet de fucking piep? En nog eentje doen. Ik kan dit de hele dag vol. Ik vind het heel leuk. Heb ik ook gedaan. Ook. Kijk nou. Even kijken. Voor mij een wondermiddel. Het geeft mij direct piep wanneer ik het nodig heb. En neem het naar behoefte in. Zet het soms ook 's nachts in wanneer ik niet kan piep. Dit geeft ook direct de piep die ik dan nodig heb om weer in piep te komen. Voel ik me wat piepen, dan neem ik het in en heeft het vrij snel effect op een piep. Ik kan het overdag en in de avond innemen zonder piep te worden. Zo. Dat is een heel verhaal dit. Maar, ja wacht. Eens. Maar je hebt ook heel simpele. Kijk, betere piep. Dat is duidelijk toch? Betere piep. Nou, en dit is dus hoe het werkt. Er is bijna niks echt bewezen, maar er mogen wel heel specifieke claims op de verpakking staan. En daardoor kopen mensen het en ervaren ze de meest geweldige effecten. Want zo werkt het nu helemaal als mensen denken dat ze goed bezig zijn. En het is ook nog best wel duur ook. Ik heb zo'n test ingevuld. Helemaal naar waarheid. En ik leef best wel gezond, maar ik krijg toch een enorme rij producten aangeraden. En als ik dan alles aanvink wat ze adviseren, dan heb ik voor meer dan €148 pillen in mijn winkelmandje voor 6 weken. Jezus. En het was dan nog eens, was dan ook nog eens zonder hom. En dan kun je nog denken, dit is een soort internethype. Ik zit niet op Instagram en ik zap sowieso altijd weg bij reclames met Ruud Gullit. Wat kan mij dat allemaal schelen? Maar het probleem is veel groter dan dat. Want kijk maar wat er gisteravond op onze eigen NPO te zien was. 5 bekende Nederlanders onderzoeken hoe ze hun lichaam en geest meer de baas kunnen zijn. Ze worden daarop getest door middel van extreme uitdagingen. Er gebeurt gewoon heel veel. De Biohack Project. Vanavond KRO-NCRV NPO 1. Ja, en dit lijkt gewoon weer zo'n programma om BN'ers net niet dood te maken met vetcoole stunts. Maar ik zit dat te kijken en ik hoor opeens een bekende stem. Wat we ook zien in je systeem, jouw brein heeft magnesium nodig om tot rust te komen. Om die hoeveelheid prikkels te kunnen dempen. En wat je nu ziet is dat er een laag magnesiumgehalte is in je systeem. Waardoor je brein dus ook meer aanstaat en alert. En zich eigenlijk begint te richten op alle prikkels in de omgeving. In plaats van zich te kunnen focussen. Ze kunnen jou meer magnesium in je voeding gaan geven. Dit is gewoon die postbode-fantast van Instagram. Die heeft nu een heel eigen programma op de NPO. What the fuck? En hij raadt dus extra magnesium aan, in dit geval tegen concentratieproblemen. Mag dat? Nou, even kijken in de grote lijst. Je mag niet zeggen magnesium bij concentratieproblemen. En ook niet magnesium bevordert het concentratievermogen. Oké, okay, dus je mag het niet op een potje zetten, maar je mag het wel op NPO 1 komen vertellen. Oké, okay, goed. We hebben dus te maken met een tamelijk lucratieve vorm van kwakzalverij, dat stoort, ja. Excuus. Een lucratieve vorm van kwakzalverij die gezonde mensen allemaal stofjes aansmeert, soms zelfs in extreem hoge doses die ze waarschijnlijk niet nodig hebben. En nee, voordat ik gezeik krijg, niet elk supplement is onzin. En ja, sommige mensen hebben er echt baat bij, of in elk geval ervaren ze dat zo. Maar al die supergezonde mensen die geld verdienen door jou wijs te maken dat je gezonder wordt door allemaal dure pillen te slikken, dat moet echt stoppen. En daarom lanceren wij van de avondshow vandaag iets nieuws. Het moet nog getest worden, evaluatie loopt nog. Maar voor mij werkt het. En als het voor mij werkt, dom. Pillen voor gezonde mensen. Sinds ik geen onnodige supplementen meer slik, ben ik €100 per maand rijker. Ik slaap nog precies even piep en ik heb eindelijk weer gevoel in mijn linkerpiep. Dom.
pillen voor gezonde mensen. En dit was... En dit was het maar weer. Jullie bedankt voor het komen en jullie bedankt voor het kijken. Dit was De Avond op. Naar de morgen. Alvast vooruitkijken, dat kan niet, maar je kan wel de hele aflevering zien op NPO Start.